Trouwens nog wel een klein rectificatiemomentje. Ja, we staan een beetje in de weg, we houden de hele boel hierop. Ja, oké. Sorry. Nee, Trix, niet hierheen. Het is een heel lief beestje, alleen ja, ze is vluchtgevaarlijk. Dan komen we nou weer terecht. Nou, lukt dat? Het gaat allemaal net allemaal. Ik denk dat we een andere route hadden moeten nemen. Dat denk ik ook, ja. We rijden dwars door het Taurusgebergte en dat ken ik nog wel van vroeger, van school. Ja. Van de grote bosatlas volgens mij. Ja. Oh, nee, oh, we moeten meerijden. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, er zijn veel landen waar ik niet zomaar achter twee mannen aan zou gaan rijden die ergens naartoe loodsen. Daar gaan ze! Waar zijn we nu weer in balans? Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ga er maar even lekker voor zitten, want een dik half uur camperavontuur gaat weer van start. We genieten nog volop van de zee voordat we straks het Taurusgebergte doortrekken om naar het binnenland van Turkije te reizen. United TOB. Ja, mooi. Wat lekker, hè? Zo, echt wel. Kijk hier wel. Kijk eens, ja, de zon heeft nog wat moeite om over de berg heen te komen. Ja. Maar gisteravond hier op dit plekje aangekomen. Schitterend. Het is echt prachtig. Je staat op een soort etage. We staan iets hoger. We hebben even de blokken ervoor op erbij gezet. Maar Trixie is weg. Nou, die loopt daar ergens. Vandaag gaan we nog naar een andere plek toe aan de kust. Een kilometer of 50 verder volgens mij toch, pa? Ja, dat is niet zo ver. Nee, dat is niet zo heel ver. Maar dan is het een beetje afgelopen met de kustpretten. Gaan we het binnenland in? Het binnenland kan ook heel mooi zijn. Binnenland. Hè? Nou, vooral die afwisseling is heel leuk. Als je door het binnenland rijdt, je weet niet wat je ziet. Oh, hier ben je. Hey. Net door het dolle heen. Ze hebben ze een beetje gewoon nodig, hè? Ja. En dan komt ze, als ze een half uurtje of een uurtje weg geweest, echt wel terug. Ja. Alleen je kan niet overal doen waar auto's rijden, noem maar op. Maar hier kan het wel. En ik kan altijd zien waar ze is met mijn telefoontje. Ja. Wat wel een leuk weetje is, is dat daar verderop Cyprus ligt. Ja, je kan het net niet zien, het is net niet helder genoeg. Maar dat is relatief dichtbij. Cyprus is natuurlijk half Turks, half Grieks. Jij bent er een keer geweest, een aantal jaren terug en toen hadden we een huurauto. En ze zei, ja, ga maar niet de grens over, ga maar Turkije over. Dat is moeilijk. Dat is lastig. Ze Want je hebt daar echt een fysieke grens over? Ja, echt een en die schrijf een beetje ook. Ja, okay. Tenminste toen hoor, maar dat is wel een jaar of 15 terug. Nou, misschien dat jij er recent geweest bent, laat het even weten in de reactie onder deze video. Ja. Ik ben daar nog nooit geweest. Irak om. Dat gaan we ook nog een keer doen. Ja, je kan er ook met de camper heen, hè? Cyprus, hoorde ik van je mensen. Ja, van die plaats waar we nu naartoe gaan, kun je oversteken met een pomp in de pont. Nou, slaan we even een rondje over, want dat is toch nog wel... Ja, we hebben in de landen zat, hè? We hebben nog zoveel te ontdekken, maar als je met zo'n pont meegaat, is het altijd best wel duur, zo'n ferry, hè? Ja, ja. Nee. Dat geldt eigenlijk in onze zak, want we hebben nog zoveel te zien hier in Turkije. En tot nog toe de uitgaven is niet tegen. Je hebt natuurlijk heel veel vrije plekken, hè? Ja. Nou, en, we hebben een berekeningetje zitten maken. We vinden het altijd wel leuk wat we een beetje uitgeven. Ja, ja, maar, en we komen dan uit per persoon op zo rond de 1600 euro per maand. Maar dan ben je niet thuis. Thuis moet je ook eten. Ja. Dan eens een keer uit eten misschien. En dan ga je ook wel eens een keer wat kopen. Want ik heb ook nog kleding gekocht. Ja, jij bent dan nog wel een big spender, hè? Een big spender. Ja. En thuis ben je dat ook kwijt, hoor. Ja, maar het was iets van 1600 euro per maand. En all-in, dus brandstof, verblijf, eten, drinken, af en toe uit eten gaan. Nou, daar doen we redelijk zuinig aan. Het leven is hier natuurlijk relatief goedkoop. Moet ik zeggen dat de supermarkten in Turkije echt niet heel goedkoop zijn, hoor. Dat is eigenlijk te vergelijken met Nederland. Ja. Wat opvallend is, is dat alcohol heel duur is. Een flesje Merlot, een simpel flesje Merlot, is gewoon al 10, 11 euro of zo. Ja.
Nou, die honden kunnen zich nog even lekker uitleven hier op het strand. Dat is altijd een goede start van de dag. Ik tel zo eventjes 3 straathonden bij elkaar. Trixie loopt er verderop. Chico loopt achter de poeper aan van een soort mislukte tackle. Lieve beesten, hè? Het blijft altijd wel een beetje spannend. Ja, ja. Ik heb één keer gehad dat de straathond me bijna beet. Ik kon net nog terugtrekken. Ja, hè? Nog voor een hotel. De waarschuwing is ook wel voor. Ja, ja. Het zijn vaak gewoon hele lieve beesten. Ja. Ze worden hier dus ook goed verzorgd. Deze ziet er top uit. Dit nou, die ook. Obesitas straathond. Ja. We zijn er hier wel weer een stuk meer dan dat we gezien hebben net. Ja. Turkse Riviera verderop, toeristengebied. Ja, dat zeggen ze niet. En die werken ze weg, denk ik, op een of andere manier. Weg, waarschijnlijk. Dat willen ze niet dat de toeristen daar. Begrijp ik ook wel, want niet iedereen is ervoor gediend, oké? Trouwens, nog een klein rectificatiemomentje. Ja. Je zag dat wij gisteren natuurlijk over die bergweg reden. En dat daar die rotsblokken naar beneden kwamen gezeild. Nou, dat was inderdaad zo. Maar dat was geen ongeluk. Dat heb ik vernomen van Erik, want daar heb ik het even bij geïnformeerd. Dat ze daar aan het werk zijn en de losse rotsblokken die keilen ze zo naar beneden. Gooien ze even het verkeer stil. Dat doen ze dan in het weekend, omdat het dan niet zo druk is natuurlijk. En dan met een bulldozer gaan ze dan dat weer van het wegdek afhalen en dan pletteren ze het zo richting de zee. Daarna spannen ze allemaal netten erover. Een soort gaas. Ja. En dat zagen wij ook gebeuren. Dus het was een beetje een rare situatie. Een klompartij hoor, dat is niet makkelijk hoor. Nee, dat is heel, heel knap. Nee, ja. Maar wij schrokken ons natuurlijk helemaal het leplater. Ja, zo probeer ze te voorkomen dat onverwachts rotsblokken of stenen naar beneden komen. Krijg jij ze op je auto. En dat was wel net gebeurd gisteren, want je zag die stof nog op. Ja. Daarom werd het verkeer stilgehouden. Maar dat was dus eigenlijk een geplande actie. Ja. Dus het was wel spektakel, maar... Anders dan dat wij gedacht hadden. Maar dat wilden we toch even rechtzetten. Ja, ja. We gaan weer door. Het is tijd voor komen en de tijd voor gaan, jongen. Inderdaad, er staan nog heel veel vloggende bestemmingen op ons te wachten. We rijden vandaag 65 kilometer verder de kust uit naar een plekje in de buurt van Tasiku. De laatste kustplaats voorlopig. En daar moeten we nog maar even van genieten, want het is prachtweer vandaag. We maken nog wel even een korte tussenstop in Silivke, want we hebben een tip gekregen waar we de kleefpasta voor pa kunnen scoren. Even de drukte in met de camper om deze boodschap te doen. Op zoek naar kleefpasta. Het scheelt wel dat je geen parkeerplek hoeft te zoeken, want de meeste Turken zetten hun auto gewoon ergens waar ze dat wel handig vinden. Ja, Trix, het gaat de baasje nou doen, hè? Gelukkig? Oké. Gelukkig. Waar kom je vandaan? Zijn we uit Holland? Je bent van Holland? Ja. Yes. Oh. Precies. Oh ja. Ja, hetzelfde. So better for everything is weer okay now. Yeah. He can smile again. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Bye-bye. Nou, dat verkopen ze dus alleen hier bij de apotheek, die kit. Maar precies, ook wel het goede merk. Ik zie je ook helemaal, je bent helemaal blij, hè? Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Goed geregeld. Hey, kijk, een Jeep Wrangler. Die zie je hier echt bijna nooit. Nou, weer even weemoed naar mijn eigen auto. Maar eerst, oh ja, we moeten weg. Ja, we staan een beetje in de weg, we houden een heleboel hierop. Ja, oké. Sorry! Nee, trouwens, keine zorgen. Oké, tjus! Tjus, waarom wacht een pipi? Ja, voor de YouTube. Ach zo, ja. YouTube? Ja! Engelisch? Ja? Ik ben Deutsch. Ja, Deutsch, ja. Ja. We zijn Hollandisch. Ach, dat komt uit Holland? Holland, ja. Kijk, hier. Ja. De vloggende bestemming. Kan de zie ik ook koeken, hè? Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Tjus! Oké, bye! Ja. Zo, we moeten... Ja. Nou, de buurman vond het helemaal niet erg. Hacho! Cheers! Bye-bye! Oh, wat zijn die mensen toch aardig hier, hè? Pa en ik hadden allebei een boodschapje te doen. Ik moest even een datakaartje halen. Ik had alweer 100 gig verbruikt in 2 weken. Dus ik heb er even 100 gig bij gehaald. En pa die heeft zijn kleefpasta gefixt. Nou, we gaan nu hier iets weer terug naar de kust. Er schijnt een mooie camperplaats te zijn bij Tasiku in de buurt. We zijn benieuwd. Via Park for Night gezien.
Dan gaan we even het laatste dagje aan het strand bivakkeren. Eens even kijken of dat dit wat is. Nou, het ziet er eigenlijk best prima uit. Kijk, hier hebben we de zee. En hier hebben we een soort strandtentje met uiteraard een gezellige straathond voor de deur. Maar dit ziet er niet verkeerd uit. Hier gaan we ons wel vermaken deze middag. Terwijl Pa lekker in zijn boek aan het lezen is, ben ik weer aan het monteren voor een nieuwe vlog. Maar je ziet het, ik heb het mezelf maar even comfortabel gemaakt. Het zal je kantoor maar zijn zo. Dat is het voordeel van mijn werk, ik kan dus overal aan de slag. En na het werk is het natuurlijk volop genieten van het uitzicht en de rust hier. We hebben het volledige strand voor onszelf. Jij de vrijheid, lopen maar. United in TOB. Morgen, kijk toch eens. Het is weer het paradijsje. Ja, jammer dat je weg moet, hè? Maar ja. Ja, weg moet van de kust. Hè. Van de kust. Ja, we gaan nu het binnenland in. We zijn op de helft van de vakantie, zeg maar. Of van de reis, zeg zomaar. Werk, vakantie, reis, combinatie. Ja, combinatie. En we gaan nu ook leuke dingen zien. Ja. We gaan richting zo'n zoutmeer, had je het over, hè, Kees? Hè? Nou, we moeten even de scène stoppen, want er komt een... Tofas aan met slippende veesnaar. Dat klopt, we gaan richting het ene grootste meer van Turkije. En dat is een enorm zoutmeer met een percentage, ik dacht, van 31%. Dat is natuurlijk bijzonder een natuurverschijnsel. Ja. En dat meer, dat wordt niet dieper dan 2 meter maximaal. Ja, vaak een halve meter, ja, je kan gewoon over het... Ja, je hebt altijd erg van zout te eten. Ja, klopt. Toch? Ja. Dus daar moet je maar wat in lijken. Ik zit voorlopig niet zonder zout. Nee, maar het is ook zo dat, dacht ik, rond de 70% van de zoutbehoefte van Turkije komt van dat meer. Ja. Ja, dus we gaan vandaag die kant op. We hebben besloten om Konya links te laten liggen, want je kan niet alles aandoen. En, nou, we gaan er gewoon niet heen. Klaar, punt. Maar ik ben reuze benieuwd naar dat zoutmeer. Ja. Ja. Een bijzonder natuurverschijnsel natuurlijk. Ja. En daarna gaan we richting Cappadocië. Dus we gaan nog hele mooie dingen zien, Pa. Ja, ook in het binnenland. Ja. En natuurlijk is het jammer dat we even straks niet meer wakker worden met de branding. De Cappadocië is ook bijzonder natuurlijk. Dat is want echt heel bijzonder. We gaan in een luchtballon, toch? Ja, dat is wel het idee. We gaan in een bakje eronder. We gaan de lucht in. Ja. Ja, ik weet niet of we kunnen varen, want het is niet iedere dag dat ze dat doen in de winter. Nee. En de weersomstandigheden moeten net goed zijn. De wind moet goed staan. Maar als dat zo is, dan heb ik Pa ook overstag gekregen om mee te gaan het mandje in. Ja, ja. Ik heb dat nog nooit gedaan, Pa ook niet. Ja, de parachute zou ik niet doen. Maar dit vind ik wel, dat durf ik wel aan, hoor. Ja, ik vind het allemaal nog leuk. Ik vind het allemaal leuk, maar het is van allebei nog niet gekomen. Maar luchtballon varen, als je het dan doet... Moet je het hier doen. Ja. Toch? Nou, ik heb een lekker bakkie koffie ingezet. Kijk, dat drinken we gewoon hier op het terras op van de tent waar we gisteren een hamburgertje hebben gehaald. En er zijn slechtere plekken om zo even je dag te beginnen. Kijk, en dit viervoeterige vriendje ligt hier ook. Ja, dat is een straathond. En goedemorgen. Ja. Heb je er ook weer zin in, grote beer? Zo. Het hele gevaarte komt op gang. Nee, Trix, niet hierheen. Trix, ik kan. Zoveel ruimte op dat strand, dan moeten ze weer de wijk in. Ja, dat is altijd hetzelfde. Goh. Dat is wel jammer. Voor de rest is een heel lief beestje, alleen ja. Ze is vluchtgevaarlijk. Ja, zeker. Ja, want je denkt, het strand is zo groot en nu loopt ze daar weer
de wijk en dan zit je toch weer zorgen te maken, want daar heb je een weg. Nee, Chico. Chico, kom maar hier. Jij luistert wel, hè? Ja. Goed zo, jongen. Ja. We installeren ons weer in de cockpit van de VB00PA. Dan moeten we richting... Tuscurly. Dat is richting deze. Dat is inderdaad het plan, maar die bestemming gaan we vandaag toch niet bereiken. En waarom? Nou, dat zie je straks in de vlog. We zullen uiteindelijk uitkomen in Carapina. Het is 9:15, maar deze heren die zitten al lekker in het zonnetje. Spelletje te doen. Zie je dat? Ja, zijn het rummikuppen. Ja, zag je dat? Ja, ik zag dat. Briljant. Een theetje erbij. Is dat toch het goede leven? Ja, dat is het zeker. Ja, dat is wel heel leuk als je door het binnenland rijdt. Ja, we zijn nog maar 5 minuten aan het rijden. Op een niet zo al te beste weg trouwens. Maar je ziet links en rechts overal wat. Ja. Je hebt een kijkje in mensen hun leven. Dat, dat is gewoon het leuke aan rondrijden. Dat natuurlijk. Is ook wel waterleven, zeker nu. Ja. Het is nog niet zo warm. Kijk, 40 graden is het. Zitten ze ook binnen. Ja, dan zitten ze binnen te rummikup. Komen we nog weer terecht. Nou. Lukt dat? Ja, gaat wel. Het gaat allemaal net allemaal. Ik denk dat we een andere route hadden moeten nemen. Dat denk ik ook, ja. Kom je dan al rijdend de weg achter. Bij steile hellingen wil de ophanging van de trekhaak nog wel eens de grond raken. Als fietsenrek, denk ik. Ja. Ja, je kan. Ja. Nou, uiteindelijk zitten we weer op een hoofdweg. Een stukje afgesneden. Wel een mooie route, maar een beetje uitdagend. Om het binnenland te bereiken moeten we dus dwars door het waanzinnige grote Taurusgebergte. De weersomstandigheden zijn gelukkig goed, want je kan het zomaar treffen dat het hier sneeuwt in de bergen. En dan hebben we er een uitdaging bij. De bergkammen kunnen hier tot wel 3000 meter hoog zijn. Het Taurusgebergte heeft historisch gezien ook een belangrijke rol gespeeld als karavaanroute. Door de bergen liepen verschillende handelsrouten die de kustgebieden verbonden met het binnenland. Deze routes werden gebruikt voor de handel in goederen zoals zijde, specerijen, edelstenen en andere kostbare waren. Later daarover meer in de vlog. Geniet even mee met de prachtige rit die we rijden. We rijden dwars door het Taurusgebergte en dat ken ik nog wel van vroeger, van school. Ja. Van de grote bosatlas volgens mij. Ja, de kleine en de grote bosatlas, herinner je dat nog? Ja. Laat maar eens even weten in de reactie onder deze video. Was dat ook in jouw tijd, de grote en de kleine bosatlas? Ja. En de encyclopedie natuurlijk. Of ze daar nog steeds gebruik van maken op school, geen idee. Maar wij zien dat hier in de real life en maken zoveel dingen mee en leren ook zoveel. Nou. Zo is dus het Taurusgebergte, wat een enorm bergketen is. Grootste van Turkije, langgestrekt volgens mij wel 1500 kilometer breed. En dat scheidt eigenlijk de Mediterraanse kust met het centrale deel van Turkije. Ja. En dat scheidde ook vroeger de zeevaarders met de landrotte hier in de hoogvlakte. Ja. En dat zie je ook echt weer terug in de tijd hier. Maar we hebben net ook weer een route gereden, Pa. Zo prachtig. Stel dat zo mooi. We zijn misschien wat moeilijk te verstaan, want de weg hier is echt wel een stuk minder goed dan aan de kust. Zijn ze er al mee bezig? Zijn ze ook weer mee bezig om gigantische tunnels te maken? Dwars door het Taurusgebergte tunnels te maken. Het mag geld kosten. Het is
Nou, het is niet te bevatten. Nee. Zulke grote projecten en dat wordt gewoon gedaan. Ja. Dwars door dat gebergte heen, wat natuurlijk de verbinding van veel beter maakt. Hè? Vanuit het zuiden naar Turkije naar centraal Turkije. Er wordt heel veel geïnvesteerd, ook vanuit China. Er gaat ook geld vanuit de Europese Unie, heb ik gehoord, naar Turkije toe. Voor zulke soort mega investeringen natuurlijk. Ja, dit gebergte loopt dus dwars door Anatolië heen en dat vormt ook de grens tussen de Anatolische plaat en de Arabische plaat. Twee aardplaten. En die zijn regelmatig in botsing met elkaar en dat zorgt ervoor dat er ook in dit gebied best wel veel aardbevingen zijn. En jij wist nog iets over rivieren, hè? Hier ontstaan toch de Eufer en de Tigris, die zijn hier ontstaan. De bron ervan is hier. Ja, ja. Ja, dacht ik. En dat zullen veel mensen wel kennen vanuit de Bijbel, verhalen, toch? Ja, de Eufraat en de Tigris. Ja. Ik heb niet heel, heel goed opgelet vroeger, maar dat herinner ik me nog wel, ja. Onderweg komen we regelmatig door dorpjes heen. Zo gaaf om te zien hoe de mensen hier leven. En ja hoor, daar is hij weer. De Renault 12 als werkpaard. We rijden weer verder de bergen in. We worden aangesproken door twee Turkse mannen die ons iets duidelijk willen maken. Kijk eens, papi, hè? Papi filmen, hè? Ja. YouTube filmen, hè? Ja. Nee, ja, die, ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, we gaan naar boven. Ja. Ja. Ja, naar het Zoutmeer gaan we. Het Zoutmeer. Ja, we. Nou, kijk, we stonden hier om even mooie droneshots te maken. Maar die mannen komen naar ons toe, die vinden het allemaal geweldig. Ja. Snappen er geen hout van? Nee, nee. En ik zeg, we gaan naar Tuzgulu. Hebben ze daar ook nog nooit van gehoord? Nee, nee, nee. Ze hebben nog minder van gehoord dan wij. Buiten het dorp komen. Nee. Het is jammer, hè, dat je elkaar niet kan verstaan. Ja. Echt geen woord. Nee, maar die jongen ook, die is toch jonger, die zou toch maar pas laten horen. Dat zegt hij niks. Yes en no, denk ik wel, hè. Yes? Ja, ik denk dat Trixie meer snapt van Engels dan deze heer. Nou, ik denk dat dit best een lang verhaal wordt. Ja, we moeten verder, hoor. Ja, we moeten weer door naar de volgende bestemming. Ja. Ja. Yes. Zit hij nou eens met zijn vriendin te appen? Ja, dat denk ik. Ja. Of hij zijn tuinmeubels aan het bestellen? We gaan weer naar de volgende bestemming. Nou, hij houdt vol, hoor. Ze willen ons dus iets duidelijk maken, maar we begrijpen het niet. Wat zegt hij nou? Nou, dat gaat hij, dat ga ik straks horen. Ja. Maar we hebben niet veel internet hier in de bergen. Google werkt niet als dat we trillen. Abonantsuur. Oh, ja. Yes, ja. Dat is ook Turks. Yes, yes, oké. Okay. Ja, top. Nou. Yes, thank you. Nou, hè? Thank you very much. Ja, nou, oké. Okay. We gaan weer door naar de volgende. Fijn die ons geholpen hebben. Ja. Zijn busy, Tagebed. Ja. Ja, de berg over. Ja. 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 Ja, dan kun je Jezus. Kom, we hebben Google. Google en we hebben Trixie. En we hebben Chico en Theo. Ik ga het weer opzoeken. Ja. Ik vind het ook onbeleefd om weg te gaan. Doe je ook zo snel? Het is een dagvullend programma. Misschien Turkse thee erbij of zo? Turkse thee. Dan gaan ze allebei de telefoon hebben. Ja, nou, dan gaan ze. Ja. Nee, maar dat we vinden. Ja, is oké, okay, hoor. Ja. Ja, leg dat maar eens uit dat we eigenlijk weg willen. Ja, ze doen zo de best. Gezet, Ja, maar die is koud. Die is koud. Maar dat komt goed. Ja. Oké. Ja. We go for a drive weer. Ja. Bizimle beraber çıkalım, yeah. Gezelim. Ja, dat kunnen ze weer. Ja. Allah'ın kilisesi. Kilisesi, ja. Ja, oké, ja, is oké, yes. Nou, wat is your name? Kees. 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 Van de volgende bestemming, Kees. En ik. En wat is your name? Ahmed. Ahmed en? Ahmed. Aziz, Ahmed. Oh, ik ben Theo. Oh, kijk je dan. Ik heb helemaal geen hand van je. Nee. Ja, oradan ben konuşurdum da. İnternet ağ bağlantısı yok. Waarschijnlijk kan je zo een leuk gesprek voeren met die man. Ja. Dat is Kees, moet je zo koffie geven?
Ja, het duurt wel lang, hè, nu. Ik begin ook onderaan trek te krijgen. Nou, zeg even. Huh? Zeg even koffie zetten voor hen. En de plaspauze houden. Even. Maar zeg even. Ik ga echt afronden hier, hoor. Ja, ja. Huh? Ja, is goed. Ja. Oké. Okay. We gaan. We gaan. We go. Araba. Ja, 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 oké. Okay. Thank you. Thank you very much. Ja. Thank you. Oké. Okay. Thank you. Yes. Wie is het taalgebied? Gezellim. Ja, dat is... Kilisiri. Kilisiri. Ja, ja. Oké. Okay. Doei. Doei. Yeah. Bye. Doei. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, prima. Wat dus blijkt is dat ze ons iets willen laten zien. Bovenop de berg. Dat dan weer wel. Kees, dit is heel interessant. Ja, maar wat... ze gaan ons voorrijden. Dat is een heel mooie. Dat staat ook op het bord hier. Ja, dat wel. Dat de Kilisiris. Kilisiris. Ja. En dan gaan ze ons voorrijden, Kees. Dus ze je moet. Ons voorrijden. Ja. Gaan ze op de lolly? Wat ze laten zien, weet ik niet. Maar. Ja, moet een keer. Ja, achter een hand. Dit is dan zo'n moment dat je denkt: moeten we dit doen of niet? Ja. Ja. En nou gaan ze weer rechts. Ik heb geen idee wat deze heren willen. Nou, ze hebben wel goede bedoelingen, Kees. Ja, zeker. Het is allemaal hartstikke ja. Ik weet niet waar we nu heen gaan. We gaan weer de berg af. Nee, de Kilisiri. We gaan weer de berg af. Ja. Pa is even achter het stuur gaan zitten. Dan kan ik even filmen. Ja, joh, dus... Maar het is wel een toeristische highlight, blijkbaar. Ja, natuurlijk. Kijk. Waar gaan we heen, jongens? Naar de Kilisiri. Ja. Ja, dat is niet, denk ik. Het is wel mooi, ja. Klim, joh. Is dit heel handig? Ja. Dat was het fietsenrek. Ja. Ja, er zijn veel landen waar ik niet zomaar achter twee mannen aan zou gaan rijden die ergens naartoe loodsen. Dat je denkt van, er is zo'n berg op. Maar ja, op de een of andere manier heb ik dat hier niet. Een super lieve mens, maar in de, daar gaat mee. De mannen gaan vol gas de berg op en houden ons goed in de gaten of dat we hun wel volgen. Zo. En we wilden omkeren, gaan ze ook zo ontbleven. Ja. Ja, we gaan nog hoger, joh. Dat is weer omhoog. Waarom doe ik dit? Ik had er gewoon weer met drone heen kunnen vliegen. Je moet straks ook weer naar beneden. Ik denk dat we de vraags moeten bellen of een nieuwe remblok om die even op te laten sturen. Maar we krijgen straks wel, denk ik, een meesterlijk uitzicht. Als we alle onderdelen nog aan onze auto hebben hangen. Kijk, hè? Oh, een soort grotten of zo. Ja. Wat zijn dit? Deze weg is eigenlijk totaal ongeschikt om met zo'n grote camper te rijden. We zijn echt super hoog aan het rijden. Waar zijn we nu weer in balans? Waar komen we terecht? Het gaat. Wij zijn denk ik de afgelopen minuten gewoon 500 meter gestegen. Maar die gasten die denken, nou laat die camper maar gewoon omhoog rijden. Nog even slalommen om de grote gaten in de weg. En we gaan nog hoger. Daar gaan ze! Nog hoger! Oh man! Hè? Wat is dit nou? We komen in één keer bij een soort nederzettingje. Oh, dit is wel heel mooi, hè? Ja. Nou, top! Het was even rijden, maar dan heb je wat. Ja. Oh, daar, ja, ja, ja. Heb je hier alles? Ja. Vind je? Zo. Nou, we lopen achter de heren aan. We lopen gewoon nog een stukje omhoog. We waren al wat gestegen, maar... Een vraag of we het beautiful vinden. Ik vind het heel beautiful. Ja, heel beautiful. Het is nou een beetje wat vooral bijzonder is, dat er niemand is. Nee, daar is helemaal niemand. Het is echt, nee. Het is geen hele toeristische plek. Nee. Maar wat het precies is, dat is me nog niet... Ja, maar hij is bezig met de vertaling. Ik denk dat wij vandaag andere plannen moeten gaan maken. Ja, ik denk ik weet wij moeten onze plannen bijstellen. Ja, nou ja, dat moeten we gewoon, hè. Die staat immens hoog. Ja, het is echt... Ja. Die staat er boven de bergen daar. Wat wij net zijn geklommen. Ja.
Dat is, ja, ik weet niet of je het kan zien. Het komt vast niet over, maar het is zo hoog waar we staan. Kom hier. Do you want to come here? Want to come here? Ja, we zijn er al, toch? Ja. Do you want to come here? Do you want to come here? Yes? Ja. We gaan het even bekijken. Ja. En wat deze heren ons zo graag willen laten zien, dat zie je in de volgende vlog. En rijden we nu toch echt naar het enorm indrukwekkende Zoutmeer. Alleen is de route ernaartoe nogal uitdagend te noemen. We zijn aan het rijden richting een heel mooi oversteekpunt waar je dat Tusgolu-meer oversteekt, dat Zoutmeer. Nee, hier kan je niet veel op aan. Zo'n weg hebben wij nog nooit genomen. Dit is echt... Als je er komt. En we moeten nog 25 kilometer over deze weg. En we gewoon passen met grote gaten en denken zo'n gigantisch gat. Daar rij je echt je wiel met ons eruit, hoor. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. De weg wordt slechter en slechter en terugrijden is ook niet echt een optie. Het is echt een soort 4x4 weg. Weet je het niet, hè? Ik heb ook mijn twijfels erbij. Ja. Ga zo, hè? Ja. Waarom kun je daar rijden? Kijk hier, die spleet in de weg. Deze rit staat echt in ons geheugen gegrift. En als je de vlog hebt gezien, zal je begrijpen waarom. En komen we deze bijzondere situatie tegen. Kees? Ja? Dit is wel goed spoor. Dan kan je motor besmeren, je pistool besmeren. Je pistool besmeren? Ja, en je ketting. Oh, kijk, zo! Hey! Hoppakee! Er komt een hele winkel tevoorschijn. Wat is dit nou, joh? Kijk! Dat is toch geweldig? Dat dus allemaal in de volgende vlog. Dat belooft wat. Ik hoop dat je dan weer gaat kijken natuurlijk. Ik ben voor het afsluiten van deze vlog samen met Chico even naar Pa gegaan. Dat is leuk, hè? Ja. Dus even kijken wat Pa aan het doen is. Nou, het staat allemaal lekker in bloei hier. Zo, nieuw schuttingkie. Ja, ik heb een combinatie van zorgen dat Trix niet ontsnapt en zorgen dat het er mooi uitziet. En het riet vind ik bij mijn tuin veel leuker dan een echte schutting. Ja. Het is dan moet je maar kijken hoe strak. Het is een mooie afscheiding, vind ik ook. Ja. Kijk. En erachter zit gaars. En niet al te duur waarschijnlijk ook. Ja, gaars voor Trixie natuurlijk. Maar dat zat er al. Ja. En er zat eikenriet, maar dat was nu verrot. En dus daar kunnen we jaren mee. Nou, lekker bezig. De lentekriebels, hè? Ja, maar als je die bijhoudt. Ja. Dan wordt een rommeltje en dan ga ik daarna de tuin doen, het grasveld opknappen en nog snoeien. Genoeg te doen hoor ik al. Ja, ik heb nog wel tot de paarse werk is. Nou, zo tussen het groen sluiten we dan deze vlog af. De volgende vlog, dat wordt wat. Kijkers hebben al een kleine sneak preview gekregen. Oh, ja. Dat is die weg waar jij me opstuurde. Ja. Waar ik een beetje teleurgesteld over was, laat ik het heel netjes zeggen. Ja, je maakt wel eens een inschattingsfout. Ja, ja. Hoe we dat allemaal beleefd hebben, dat zie je in de volgende vlog. En die zal dus zijn zondagmorgen om 10 uur. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Like deze video nog eventjes. Ja. Hè? Wat? Oh. Ja, volgens mij gaat nu de afrekening plaatsvinden. Staat in de accu. Nou, en abonneer nog op het kanaal van de volgende bestemming. Hè? Dan zeggen wij zoals altijd bedankt voor het kijken. En tot de volgende bestemming. Jo, hoi!